Nou, de actie ging in principe hartstikke goed. De collega's en we waren heel snel erbij. Dus we hebben heel veel vrachtwagens die kant op kunnen sturen. En ons eerste vrachtwagen die is dan vorige week zaterdag, op een juiste wijze, op een safe wijze in Turkije aangekomen. En zondag was hij op locatie en dan hebben ze het met z'n allen uitgeladen. De mensen waren super enthousiast en super blij. En alle hulp was ook natuurlijk heel goed te gebruiken op dat moment. De vrachtwagen zaterdagavond is aangekomen, zat niet alleen vol met spullen uit Wijchen. Iedereen heeft in zijn eigen regio, eigen stad, de inzamelactie gestart. En zodoende hebben we het met z'n allen aangepakt. En de spullen die nog niet zijn meegegaan, wanneer worden die weggebracht? We zijn dagelijks bezig met het verzenden. We zijn nog steeds bezig met het verzamelen. Dus vandaag wordt het ook verzameld. En dan waarschijnlijk binnen enkele dagen rijdt er weer een vrachtwagen die kant op. Maar goed, het is niet natuurlijk alleen via vrachtwagens gegaan, maar Turkish Airlines heeft ook geholpen, niet alleen ons, maar meerdere partijen uit Nederland, om de spullen zo spoedig mogelijk in Turkije te krijgen.